Yo mensen van YouTubers en welkom bij deze nieuwe VS video. Nou, Walibi tegen Walibi. Die video is goed bekeken, dus ik veronderstel dat jij dat plezant vond. Dus daarom ga ik weer een VS video maken. En het zal weer niet de liste zijn, ik heb weer een paar battles op de planning staan. En dit keer is het Europa Park tegen Port Aventura. Het grootste pretpark van Duitsland tegen het grootste pretpark van Spanje. Het idee was gewoon weer simpel. Twee attracties tegen elkaar en de winnende attractie krijgt het punt. Dus ik zie jullie na de intro. En we gaan weer beginnen met de achtbanen. Als eerste battle hebben we de twee kinderattracties. Ba-A-A Express tegen Tammy Tammy. Ba-A-A Express is een Mack Junior Coaster en Tammy Tammy is een Vekoma Junior Coaster. En als je beide banen kent, merkt al duidelijk een verschil. Tammy Tammy is toch wel stukken beter, omdat Ba-A-A Express toch wel een van de kleinste achtbanen is die dat je maar kunt bedenken. Dus Tammy Tammy krijgt hier het punt. De volgende achtbanen zijn de twee Looping Coasters. Blue Fire tegen Dragon Khan. Het zijn beide achtbanen met inversies. Alleen wordt de ene gewoon getakeld en de andere gelanceerd. En dit is niet zo'n simpele, want het zijn allebei topachtbanen. Over Dragon Khan kan ik nog niet echt beoordelen, omdat ik nog nooit in Port Aventura ben geweest. Maar ik veronderstel wel dat ik Dragon Khan beter ga vinden. B&M scoort bij mij sowieso hoger dan bij Mack. En Dragon Khan mag er wel een oude achtbaan zijn, maar B&M slijt niet. En dat ziet er nog altijd een perfect achtbaan uit, dus het punt gaat hier naar Dragon Khan. Als volgende hebben we de twee houten achtbanen. Wodan Timber Coaster tegen Stampida. Wodan Timber Coaster, een achtbaan van GCI, Great Coaster International. Dus een van de beste houten achtbanen die je maar kunt vinden op deze wereld. Stampida is een raceachtbaan, zoals bijvoorbeeld Joris en de Draak. Alleen is Joris en de Draak toch stukken beter gelukt. En bovendien is Stampida nog eens een rammelbak tot en met. Terwijl Wodan echt een schitterende achtbaan is met een topthema. Stampida dat kon echt stukken beter, dus Wodan krijgt hier het punt. De volgende battles is Alpen Express tegen El Diablo. De ene is een Mack Powered Coaster en de andere is een Mine Train achtbaan van Arrows. En ja, een Powered Coaster is niet zo spectaculair. Ik vind ze wel leuk om te doen, maar het zijn redelijk saaie achtbanen. Mijn trainen zijn meestal veel beter, ja, een stuk intenser uiteraard. Maar die El Diablo is, ziet er wel echt een van de slechtst ontworpen achtbanen ter wereld uit. Het is ook een mijn train van Arrows. Arrows heeft sowieso niet de beste achtbanen op zijn naam staan. Dus ook die El Diablo die ziet er echt niet uit eigenlijk. Maar ondanks dat zijn mijn trainen alsnog beter dan Powered Coasters. Dus El Diablo krijgt hier wel het punt. De volgende battle zijn de twee hypercoasters, Silver Star tegen Shambhala. Beide zijn ze de toppers van het park. En dit is wel een hele moeilijke battle. Misschien wel de moeilijkste battle die ik ooit heb moeten doen. Want het zijn allebei schitterende achtbanen. Shambhala is dan wel in het voordeel dat hij 10 jaar jonger is. Hij is wat meters hoger, iets krapper. Hij heeft splash effect tijdens de rit. Terwijl Silver Star een beetje langer is, volgens Wikipedia. Gesponsord door Mercedes-Benz, daar is hij ook heel mooi naar geteamd. Zijn allebei topachtbaan. En zoals ik al eerder heb vermeld in deze video, B&M slijt niet. Dus ook Silverstar rijdt nog altijd soepeler dan welke achtbaan dan ook. Dus ik denk eigenlijk dat er niet echt een winnaar is tussen Silverstar en Shambhala. Dat zou ongeveer even goed zijn. Maar als ik toch een winnaar moet kiezen tussen de twee, dan denk ik dat ik ga gaan voor Shambhala. Dus Shambhala krijgt hier de punt. Dan de overige achtbanen zijn in Europa Park, Matterhorn Blitz, Pegasus, de Bobbaan, Arthur, Eurosat Can-Can Coaster en de Euromir. En in Port Aventura zijn het de Tomahawk en Furious Baco. Dan gaan we door naar de Water Rides. En de eerste is Tiroler Wildwasserbahn tegen Silver River Flume. De twee boomstamattracties. De Tiroler Wildwasserbahn was een van de eerste boomstammetjes, omdat ze van Mack zijn en ja, Europa Park is van Mack Rides. Dus
Een van de oudste bovenstamattracties is Tiroler Wildwasserbaan, maar ondanks de ouderdom is hij wel heel mooi. Goeie natte drops, groot en klein, en dan dat dark white stukje in de Sober World is heel mooi uitgewerkt, vind ik. En die Silver River Flume ziet er ook goed uit qua drops, qua nattigheid. En die hoogste drop die is echt wel hoog, 15 meter. Dus ik denk dat ik hier het punt ga geven aan Silver River Flume. De volgende zijn de twee rapids. Fjord Rafting tegen Grand Canyon Rapid. Fjord Rafting is een heel goede rapid. Laatst, toen Piraten van Batavia en een stuk Scandinavië was afgefikt, hebben ze Fjord Rafting dus wat aangepast. En het ziet er heel goed uit. Een paar scènes in het begin en dan een paar heftige golfbanen. Terwijl de Grand Canyon ook heel mooi is. Heel mooi is de Grand Canyon gebouwd, maar qua rapid is het niet echt zo heel spectaculair, totaal niet of zo. Terwijl Fjord Rafting heel intens kan zijn, dus Fjord Rafting krijg je het punt. De volgende zijn twee supersplashen. Atlantica Supersplash tegen de Totucky Splash. De ene is een Mack Supersplash. De andere is een Shoot to Shoot. En ja, er is ook wel een moeilijke eigenlijk, want de Atlantica Supersplash ziet er echt een schitterende achtbaan uit. Of ja, achtbaan waterattractie. Sommigen noemen het niet echt een achtbaan, maar de wachtrij en alles is echt schitterend afgewerkt. Die boot ziet er goed uit. En voordat je dus echt naar beneden gaat voor de splash, wordt dus gedraaid en gaat achterwaarts een kleine afdaling tegemoet. De Tucky Splash is dan zo'n super splash zoals de Splash, de Niagara, de Area 51. Alleen is het zo meer met een rondvaart. Het is niet alleen de takel en de afdaling, er zitten twee afdalingen in. Maar deze ding schept echt zoveel water, dat is niet te doen. Dus als je echt iemand bent die nat wilt worden, dan denk ik dat je de Tucky Splash meer gaat winnen dan bij Atlantica Super Splash. In dat geval geef ik de Tucky Splash hier ook het punt. En dan hebben we nog de Splash Battles. World Avengers tegen Encore. En hier ga ik het punt geven aan Encore, omdat dat echt een Splash Battle is van heel hoge kwaliteit. Hij is echt prachtig afgewerkt. Die World Avengers ziet er ook niet echt slecht uit, maar toch ben ik niet zo echt fan van die afwerking daar. Dat wel wat beter gekund, vind ik zelf. Dus Encore heeft hier het punt. Als overige waterattracties heeft enkel Europa Park nog iets staan. En dat is de Poseidon. Een waterachtbaan van Mack Rides. Dan gaan we naar het volgende onderdeel, de Dark Rides. En als eerste krijgen we de twee spookhuizen. Geisterslosh tegen Horror in Texas. Geisterslosh is een Mack spookhuis met een Endless Chain System. Met hier en daar wat schrik-effecten, dus dat is toch wel uniek in pretparkenwereld, want veel zijn gewoon scènes waar je langs gaat en niet echt schrikken, maar in Europa Park zijn er wel een paar schrik-effecten, dat vind ik wel leuk. Horror in Texas ken ik niet. Ik ben nog nooit in Port Aventura geweest, heb ik al gezegd. En ik heb ook eigenlijk nog nooit iets erover opgezocht, dus ik weet eigenlijk niet wat er in dat spookhuis te zien is. Maar ik denk niet echt dat dat een spookhuis is van hele hoge kwaliteit, dus ik geef hier het punt aan Geisterslosh. Als volgende hebben we de interactieve Dark Rides. Abbott Tower Atlantis tegen Street Mission. Street Mission is de nieuwe Dark Ride van Port Aventura. Interactief in het thema van, hoe kan het ook anders, Sesamstraat. Maar ik ga je het punt geven aan Abbott Tower Atlantis, omdat ik dat toch wel een heel vrolijk thema vind tijdens Atlantis, die muziek. Zeker die nieuwe muziek, die klinkt erg goed. En die joystick die erin zit, waar je kunt draaien terwijl je kunt schieten. Heel leuke attractie. Als volgende hebben we twee simulators. Voletarium tegen Dino 4D. Het zijn niet dezelfde soort simulators. Voletarium is een vliegcinema. En Dino Escape 4D, heet die volledig, ja, is een 4D attractie. Alleen, ook dit is weer een attractie waar ik geen ervaring mee heb en ik heb totaal geen idee wat er daar binnen te zien is, maar eigenlijk verwacht ik ook bij deze niet dat het zo'n vette is daar binnen. Dus ik geef het Voletarium het punt, want die is echt ook heel prachtig en heel mooi verhaal. En ook de attractie is, als je het voor de eerste keer doet, dan is dat echt indrukwekkend. Overige Dark Rides. Daar gaat ook Europa Park mee in het voordeel zijn, want Europa Park stikt van de Dark Rides.
wat bij PortAventura niet het geval is. Maar oké. De overige Dark Rides zijn Piraten van Batavia, Piccolo Mondo, Sneeuwfort, Snorrytouren en Vlucht naar Cassandra. En in PortAventura is eigenlijk enkel Temple del Fuego. Dat is eerder een show, maar het is zo'n prachtige show dat het gewoon echt een attractie is. Dus PortAventura krijgt dus hier één extra punt mee. Als laatste onderdeel de Thrill Rides, maar voordat we daarom beginnen, eerst even een battle tussen twee zones. Koninkrijk van de Minimoys tegen Sesamstraat. Ik weet wel wat ik bedoel. Twee gebieden in het park waar allemaal kinderattracties te vinden zijn. En hierbij ga ik het punt geven aan Koninkrijk van de Minimoys, want het is echt heel prachtig. Afgericht zoals de Plopsa Indoor Parken bijvoorbeeld. Helemaal naar de film Arthur. Ik ken de film niet, maar okay, het ziet er echt heel mooi uit ook binnen. Sesamstraat ziet er ook wel vrolijk uit, maar de Koninkrijk van de Minimoys, dat ziet er echt heel strak uit ook binnen. Als volgende, Feria Swing tegen Yucatan. Twee muziekexpressen. Of ja, niet helemaal. Yucatan is een Mack muziekexpress waarvan enkel Bobby Holland nog zo'n soortgelijke muziekexpress heeft staan. Ze lijken heel erg op elkaar. Terwijl Feria Spring een stuk anders is. Die karretjes die hangen en draaien dan rond. Maar eigenlijk het principe is hetzelfde. Ze draaien allebei rond, gelijk een muziekexpress. Maar ik geef het punt aan Feria Swing, want dat ziet er heel mooi afgewerkt. Zo met die Spaanse koetsen als karretje waar dat in zit. En dat die gewoon heel erg mooi is afgewerkt. Als volgende hebben we de botsauto's. Arena of Football tegen Wild Buffalo's. En hierbij ga ik het punt ook geven aan Arena of Football, omdat het toch wel een leuk idee is dat de botsauto's geteamd zijn naar voetbalschoenen. En dat je dus moet botsen tegen een bal. Dus eigenlijk niet gelijk als normaal dat je elke keer tegen elkaar moet botsen, maar je moet eigenlijk shotten terwijl dat je in botsauto's aan het rijden bent. Als volgende hebben we de twee schommelschuipen. Windjammer tegen Contiki Wave. En hier is het ook krap gezegd. De Contiki Wave krijgt hier het punt. Omdat de Windjammer echt zo'n standaard schommelschip is. Waar eigenlijk niks van team of zo is ingestoken. Hij staat in het Scandinavische themadeel. Maar er is eigenlijk helemaal niks van afwerking aan dat schip. Terwijl de Contiki Wave echt heel mooi is. Gedetailleerd naar Afrikaans is dat denk ik. Maar zo met dat zeil. De Contiki Wave ziet er stukken beter uit dan de Windjammer. Als volgende hebben we nog een paar kochemolens. De Columbus Molen tegen Cobra Imperial. Nou, dit zijn niet dezelfde soort attracties, maar het draait ook weer allebei rond. Columbus Molen is eigenlijk een gewone kochemolen, alleen kunnen de bootjes waar dat in zit ook nog eens rond hun eigen as draaien. Dus dat maakt het nog extra leuk. Maar ik geef de Cobra Imperial hier een punt. Omdat die heel mooi geteamd is naar een Chinese draak. En dat staat dan nog in een Chinese themadeel. Dus het past er echt heel goed bij. Dan hebben we de theekopjes rides. Koffiekopjes tegen de teacups. De koffiekopjes zijn natuurlijk helemaal geteamd naar Holland. Omdat het in het Hollandse themadeel ligt. En de teacups zijn in het Chinese thema. Er zitten Chinese draken op getekend. Je ziet het, er staan Chinese draken op. En dat vind ik uiteindelijk wel wat mooier, dus ik geef teacups hier het punt. Als laatste hebben we de twee ballonnenmolens. De ballonnenmolen van Europa Park en die van PortAventura. Area Infantil noemt hij dat. En nou, die van Europa Park ziet er ook niet echt schitterend geteamd uit. De Infantil van PortAventura ziet er nog wel wat mooier uit. Dus die krijgt punt. Oké, dat is allemaal erop gegaan. Overige Thrill Rides. Er zijn in Europa Park nog de Vliegende Hollander. Eigenlijk gelijk als die Columbus molen, gewoon een kochemolen alleen. Is dit gewoon een standaard kochemolen waarbij de karretjes niet rond hun eigen as kunnen draaien. En in PortAventura, Crazy Burrows, Huracan Condor, Vol Paiute en Serpiente en Plumada. En ook nu heb ik niet alle attracties in de lijst vernoemd. Zoals die rondvaart van Europa Park noemt het allemaal maar op. Die heb ik maar niet verwerkt. Of ook weer de zwijfmolen. Je weet wel waarom het is. Ik geef er niet zoveel om. Dus de uitkomst is uiteindelijk
18 punten voor PortAventura en 21 punten voor Europa Park. Dus bij deze gaat de winst naar Europa Park. Als ik te denken, Europa Park is ook gewoon het beste pretpark van Europa en van de wereld eigenlijk zelfs. PortAventura ziet er ook geweldig uit. Zou ik zeker in mijn leven wel eens naartoe willen gaan. Maar bij deze heeft Europa Park gewonnen. Dus, ook bij deze weer. Zet het eens met de uitkomst. Vind jij Europa Park beter of vind jij PortAventura beter? Laat maar achter als je wilt. Maar dit was weer de VS-video voor vandaag. Dus dan zeg ik like, abonneer. En misschien tot een volgende VS-video. Ciao.